Zo, wat weer een prachtige dag vandaag. En ik zie dat je hebt zelf ook meegedaan. Ja, we hebben even afgesloten samen met mijn beste vriend Sting. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, voor mij was het het mooiste moment van de dag eigenlijk. Ja, als je naar van start gaat, wat kom je dan als deelnemer tegen? Welke obstakels kom je allemaal tegen? Ja, ik heb de route dan en de hindernissen dan zelf een beetje bedacht. En ik zit altijd zelf een beetje verbeelding te maken hoe de gameplay dan is. Het was dus kruipen, modder. We hadden dus weer de Crazy Trailers van Oegema. Die was vorig jaar als zwaar ervaren, dus die hebben we maar weer ingezet. Maar we hebben het kanaal ook extra zwaar gemaakt, dat we het kanaal meer gebruik van hebben gemaakt. En dat hoor ik zo tussendoor dat het zwaar was. Kanaal over, apenhang, ook nog 50 meter zwemmen, via klimnet omhoog aan de brug. Ja. Dus ze konden goed. En natuurlijk de survivalbaan weer van Augie. Ja, dat doet altijd goed. En dan als afsluiter het oudere Kent parcours. Die is iets aangepast, iets kleiner. Klopt. We hebben nu de 5 kilometer was de gewone ronde. En voor het oudere Kent dan, hebben we nu dus gelust. Dus iets korter gemaakt en dat was 3 kilometer. En dat is ook voldoende voor die kinderen. Die hoeven geen lange afstanden te doen. Die moeten kort maar krachtig. Dat is het beste. Plezier beleven. Sean, maar de beelden, waar kunnen we die allemaal terugzien? Sowieso is voor elk startnummer kunnen ze maandag kan men op via onze website, maar onze Facebookpagina op de link klikken om een persoonlijke video terug te kijken. Maar dat is dan, dat is dus bij de finish. Er zijn 6 cameraposities geweest en dan kun je dan je eigen persoonlijke video terugvinden op je startnummer. En we zullen op onze Facebook vooral de foto's en filmmateriaal posten de komende dagen. Jeroen Berends. En dan komt ze, Obstacle Warrior kampioen 2020.